Lekker? Ja, beetje bij beetje komen we er wel. We hebben ineens een andere naam. Pizza? We hebben gewoon een pizzafeest. Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Kom mee. Ze scheurt van op naar her voor presentaties en voor shoots. Ze houdt alle ballen in de lucht met mukjoep en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee om 5 uur. Dit is Kim TV. Weer een nieuw avontuur. Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Vork. Nou, daar zit ze dan hoor. iPad, laptop, telefoon, theetje. Even aan het knallen. Ik moet gewoon één zo'n groot scherm, denk ik. Hey, ik heb in ieder geval een camera, dat is ook fijn. En mijn goede telefoon wordt nu opgehaald, dus die is gemaakt eindelijk na 1,5 week. Jezus. Maar goed, we hebben hem. Sabine is in de house en we gaan nu heel goed checken of het koppelstuk erop past. En hier past die slang dan op? Ja. En jij denkt dat Jaap dit op kan? Kijk, hij zit vast. Okay, check, top. Check. Dus je moet hem gewoon heel hard drukken en dan draaien en dan ga je hier de slang in doen. Ja, en je hebt je bad nou in huis, dus de baby kan komen. Nou, nog even wachten. Hier moet de slang op. Ja. Super. Klaar. Yes, check, check. Afvinken. Kijk, kijk, kijk. Het bad. Ja, er kan nou niks meer misgaan. Nee. Zeker niet. Hoe groot is die 1,60, zei je? Ja, ik geloof het wel. Hoe lang ja. duurt dat voordat hij gevuld is? Belangrijke informatie. 3 kwartier, een uurtje. Oké, nou dan moeten we kunnen redden, toch? Tuurlijk. Dus als de weeën beginnen, moet hij hem gewoon meteen opzetten. Ja, en we zijn, dat komt goed. Top. Super. Met de muziekje. Komt niks. Onze klusjes, mama is klaar als het goed is. Dus even kijken wat hij allemaal heeft gedaan voor moois. Oh shit, de crosstrainer staat in elkaar. Okay, Jaap zou hier heel blij mee zijn. Nou, het behang is helemaal af. Nou, kijk eens wat een goede oplossing. Want ik wil natuurlijk altijd zo verschonen. Kijk wat ik dus bedoel. Ik verschoon dus sowieso. Veel ergonomisch, hè? Nou, dat kan dus nu. Helemaal top. Geen ze blieven? Geen ze blieven? Nee! Leuk toch? Wat zeg jij? Hallo? Super lief zijn toch? Wat zeg jij? Ik zit bijna te denken om die handschoenen uit te pakken. Een beetje vis. Dat moet nog verder. Het beste is om echt je handschoenen goed aan te houden. Joep, wij gaan een zandkasteel maken. Oh. Hey, ik heb een moedertje van Jaap. 73 jaar. Oh, Denne. Kom maar. Kom maar. Hier is mama wel. Ik kan niet uit. Dat is moeilijk, hè? De bed nog op... Rennen. Rennen. Oh, Mazie, doe je niet verkeerd. Nee, die Mazie heeft betere conditie dan wij. Nee. Mama Joep gaat lekker zandkasteel maken, hè? Kasteel. Oh, wat mooi, Joep. Niet zandkasteel maken. Ja. Ja. Dat is moeilijk, hè, met wanten. Wat ben jij, Joep? Ben jij de koning? Nee! Nee, jij mag niet kijken! Nee! Ben je boos? Ja, dat is ook mooi. Ik ben nog een lief. Ik ben echt voor iedereen. Zit hij op de boterham? Nee, niet. Mijn broodje heeft een kleine boterham ook. Oké. Omdat jij de koning bent, oké? Dus.
Wat zeg je dan? Ik vind ook. Dankjewel, mama. Het is heel goed. De koning heeft altijd een mond vol, of niet? Dat moet ik hebben. Ja. Lekker? De koning is de baas, hè? Ja. Ben jij een leverworstmonster? Hoe laat is het? Hoeveel tijd is het? Nee, oké. Hé, Snoetje, ben jij nou de koning? Oh, wat ben je, schat? Handje. Maar Snoetje wil het wel eens uit samen kiezen. Nee, Snoetje. Ja, ze zit in België vandaag. Die heeft een awardshow van Catnet. We hebben er een zootje van gemaakt, kijk. Maar ze zijn heel lief. En hoe vaak heb jij jou al omgekleed, Joep, vandaag? Joep was al Bob de Bouwer, de koning, de ridder, de leeuw, Peppa Pig. En jij hebt gespeeld met je buurjongen, met je neef, hè? Maar we gaan zo wel deze troep allemaal opruimen, jongens. Dat is niet normaal. Ja, maar jullie hebben wel goed geholpen met de kaarsjes aan. Gezellig. Zo, even lekkere pizzaatjes. Nog een paar in de oven. Oplossing of niet? Hele verse pizza's. Bloemkool, pizza, bodems. Van Crisp. Top. Even voetballen. Weet je wel, die slippers dan ook aan doen? Die groene. Slippers, het is toch te gek voor horen jullie. Ik ga nu even... We gaan eerst eten, wat dacht je daarvan? Nee, jawel. Ik ga eerst sporten. Ik ben eerst een stukje en met pizza en nog pizza en nog pizza. We hebben gewoon een pizzafeest. En nog pizza. Yeah. Zullen we nou een liedje zingen? Pizza! Pizza! Oh! Pizza! 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 Even wachten nog! Pizza! Ah, gezellig hè jongens, ga maar zitten. Je hebt toch ook die witte kamer? Ja, die heb ik ook. Maar die is kapot. Die wordt gemaakt. Als een kip eet en dan gaat hij een eitje leggen, bedoel je? En dan kun je dan wij het eitje weer opeten. Ja. Oh ja. Dan komt hij zo uit zijn billen, ei. Een ei komt zo uit de billen? Ja. Ja. Komt hij uit zijn billen? Ja, leuk hè? Bij mij komt er iets anders uit straks. Een baby. Ja. En denk je dat dat pijn wordt? Denk je dat het... Nee. Nee? Gaat mama dat zo uitpoepen? Dat is mama. Nee, ja. Toch? Wat doet dat? Voor mama doet het heel veel pijn. Mama. Ja, dat is mama. Oh. Toen jullie geboren waren, deed ook heel veel pijn. Vooral bij jou. Vooral bij mij. Mm-hmm. Omdat ik groter was. Mm-hmm. En dan hebben jullie straks een broertje. Ja. Weet jij al een naam, Lou? Voor de baby? Gewoon baby? En wat voor naam vind jij mooi dan, Muk? Sammy. Sammy? Ja. Heb ik ook een mooie naam. Ja, maar ook. Maar papa vindt Sam mooier. Ja, dat ook. Geen Sammy. Ik vind Sammy leuk. Ik vind ook Sammy leuk. Maar Sam kan eigenlijk op brandje man. Sam. Mm-hmm. Dus doe die maar niet. Ja. Nee! Met wie? Papa en mama. Met papa en mama, goed. Oh, zijn jullie getrouwd? Oh, papa en mama zijn al getrouwd. Ja. Oh ja, maar ik kan nog wel een keer met jou trouwen hoor. Mag dat? Ja, ik wil het allerliefst van de wereld met jou trouwen. Mag dat altijd, mag het ook van de politie? Ik denk het wel, we kunnen het wel even zo'n brief schrijven aan de politie. Om het te vragen aan de politie. Misschien moet het vragen aan de koning. Zullen we een brief schrijven aan koning Willem-Alexander? Maar die wonen vlak in een kasteel. Ja, die wonen in Wassenaar. Dank je. Zullen we aan de heen rijden? Ja, we kunnen wel van een brief schrijven. Zullen we dan vragen of jij met mama nog een keertje mag trouwen? Oké. Okay. Zullen we morgen dan een mooie brief maken? Nee, nu. Nu? Ja. Ga eerst even toetje eten. Laten we dat morgen doen, dan kunnen we een mooie tekening maken. Zijn we lekker fris en fruitig. We kunnen het ook op de video vragen aan de koning. Oké, kom maar even aan. Gaan we naast hem zitten? Gaan we het even vragen aan de video. Hier, daar is de video. Zeg je?
Nee, dat moet je eerst zeggen. Ik ben koning. Mag ik met mama trouwen? Want ik ben al getrouwd met papa, maar ik wil graag weten als Muk dan ook met mij kan trouwen. Nico is er! Dankjewel. Nico is er! Nico is er! Nico, ga je het al gegeven? Oh. Ik moet jokken. Ja. Sneller voor mij. Heel veel succes! Dat is zout! En is zout! Jij mag straks weer. Muk mag nu kiezen. 10 uur. Ja, goed zo. Wow, die is moeilijk. 4 uur. 4. Je moet naar de rode kijken. Dus je moet joggen, hè? Goed, dus rustig aan. Ik zit op een skippiebal. Ja. Eventjes voor jullie. Dus als jullie een beetje geluid horen of dat jullie mij zien bewegen, dat doe ik omdat ik het dan iets beter volhoud. Ja, want jij kreeg een reactie op, we waren bij Shownieuws geweest. Ja. En dat ging over, ik kreeg een gouden plaat, heel tof. En jij zat daar met je benen helemaal wijd en er hebben allemaal mensen reacties van, wat zit je lomp en wat zit je mannelijk. En ik dacht echt, je wees blij dat ik nog op deze lage bak kan zitten. Maar mensen zijn toch echt, hoe verzin je het, hè? Het is gewoon gênant. Nee. Ik zag het zelf natuurlijk ook wel, dat ik niet op mijn allervrouwelijk zat. Maar ik in een lage bank met deze, ik heb gewoon een skippiebal ook in mijn buik. Zo voelt het. En het hoofdje, die is al ingedaald, dus die ligt al in mijn bekken klaar. Ja, dat zit niet heel comfortabel om dan je benen in elkaar te houden. Nee, tuurlijk niet. Dus ja. Maar wij zitten toch altijd zo als man? Dus dan, ja, precies. Maar dat zeiden ze dus ook. Je bent net een bouwvakker. Ja, oké, dat is waar. Nou, weet je, ze kunnen ze er allemaal... Punt. Ze hebben een punt. Ze kunnen er allemaal inzakken. Ja, zo is het. Nou niet in mijn bekkenbodem. Nee, dat is ook waar. Dat lijkt me niet gezellig. Ja, dus. Even spierballen. Uit de horen van mijn vriend van jou. Geen paar handen. Nee, wacht, een paar handen. Ja, zie. Is heel waanzinnig. Alles staat erop. Dat kan nog worden. We beginnen met het brood. Eén bedrijf voor. En dat loopt heel goed. Je hebt geen zin. Ja, dat moet je zelf doen. Ik vind het wel leuk zonder. Ja, heb ik mooi gegarneerd. Weet ik niet. Zo, bananen, kreeftsaus en net een beetje te kreeftsupplementen. Harde kool. Oh. En Jaap moet misschien geen kop worden, want hij heeft nu zijn vingers gebrand. Wil jij een broodje hebben? Nee. Of wil je een hapje van mama van de kreeft? Kreeftje. Broodje. Een lekker broodje? Ja. Een kimmel pers en stoofpeer. Alsjeblieft. Geen harde kool. Heerlijk. Nou, alles weer aan de kant. Ik heb vannacht heel veel last gehad van voorweeën en ik heb wederom een wortelkanaal zenuwontsteking. Een hele mond vol. Dat had ik eind 2019. Na de expeditie heb ik echt zo'n kaak gehad. Heel lang. Een gezwel werd het. En ben ik 3 keer behandeld. En op dezelfde plek heb ik het nu weer dat het is. En het is nu nog niet zo dik. Ja, ik voel het heel dik. Het klopt heel erg. Het doet echt heel veel pijn. Maar ja, ik ben nu 38 weken zwanger precies vandaag. En het is niet heel verstandig om een antibioticum te nemen of ibuprofen. Dus morgen heeft mijn tandarts, die is gespecialiseerd op wortelkanaalbehandeling en zo, die heeft mij vandaag gebeld en we gaan toch morgen het openhalen. En dan kijken wat we tegenkomen. Nou, alleen al het feit als het open is, dan denk ik dat het al een stuk beter wordt. Nou ja, er zal wel weer heel veel ontsteking zitten sowieso. Zit ik nu eventjes, ik heb heel veel muggenbulten die een beetje gaan ontsteken en zo. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik denk dat mijn lichaam even laag in de weerstand zit. Nou, morgen vroeg kan ik dus terecht. Heel fijn. En heb ik toch weer een behandeling of 2-3 nodig binnen een maand. Dat was lastig met de bevalling, maar we gaan ervoor. Want die doet zoveel pijn, is niet te doen. Ik heb vannacht echt niet kunnen slapen. Ja, daardoor ook niet. Plus ik had ook nog voorweeën vannacht. Dus het was een lekker nachtje. Lekker weg zitten puffen en zuchten. Maar goed, nu weet ik in elk geval dat ik morgen vroeg mag. En ik neem om de 6 uur 1000 milligram aspirine, paracetamol. En, maar ja, eten en praten is natuurlijk niet zo heel erg fijn. Maar ik heb er net een lading ingenomen, 1,5 uur geleden. Dus nu is het al even, voelt het fijner. Nou, vandaag hebben we eigenlijk heel veel klaargemaakt voor de baby. Heel veel opgeruimd ook. De trapkasten helemaal opnieuw gesorteerd, allemaal planken gemaakt. En voorraadjes aangelegd, de wieg klaargezet. Althans, het aanschuifbedje.
En als het goed is komt dinsdag onze wieg van de eigen collectie. Ik kan de kamer ook daarna verder inrichten. De lakentjes en zo, of althans de poeslakentjes binnengekregen. Gisteren is fijn, ja, ik heb hem gewassen en lekker opgelegd. Ja, beetje bij beetje komen er wel. We hebben ineens een andere naam erbij. Wat hem zomaar is kan worden. Vraag me niet hoe we daar ineens bij komen. Geen idee, niemand had hem bedacht of zo. we hebben hem een paar keer opgeschreven op een soort van geboortekaartjes. Nou, zou hem kunnen zijn. Jaap hoopt heel erg dat dat hem wordt. Jaap kwam er ook mee. Nooit gedacht eigenlijk dat het naam zou worden bij ons. Maar ik vind hem echt wel leuk staan, toch? Misschien als het even wennen. Ik denk dat hij wel cool wordt. Dus ik moet hem een paar keer uitspreken en opschrijven. Een verrassende naam, maar niet moeilijk. Maar we gaan het even nog proberen. Misschien wordt het toch nog een hele andere naam, wie weet. Snel naar bed. Ja, dan morgen lekker naar het tandarts. Plus verder met het interview. Eddie van Leij komt langs. En dan je verloskundige. En dan de wieg. Interessant weekje. Nog veel meer leuke dingen. En poespas natuurlijk. Gaat als een speer. Doei. Joep, wat heb je gedaan? Heb je allemaal crème geknoeid? Oh god. Ik heb een doekje. Ik wou je op de baby doen, hè? Oké, dus jullie, jij bent de grote broer. Jij bent de middelste broer. En dat is jullie baby? Ja. Ja. En hoe heet jullie baby? Bibi Baba, Bibi Baba. Bibi Baba? Wel. Ja. Bibi Baba. Hoe heet jouw baby dan? Hoe heet de baby dan? Hoe heet de baby dan? Maar dat is mijn baby. Nee, dat is mijn baby. Jij hebt het toch ook in? Nee, pak hem dan. Muk. Pak hem boven. Deze is van jou. Nee, deze is van mij. Ik wil hem boven. Maar de haargroei. Ik heb wel een waxzetje besteld. Jij moet me wel gaan waxen. Ja, nee, maar dat ga ik echt niet doen. Want dat mag gewoon je moeder doen of zo, weet ik veel. Mijn moeder, die kan het niet. Je vader? Ik heb geen idee, maar ik ga het niet doen. Maar het is nu dus gewoon echt een oerwoud. Dus er moet een lekker nekker bij. Dat weet ik niet, ja. Gewoon echt ketting zagen. Nee, ja, weet je. Oh, kijk eens. Ik begin nu al te hangen. En ik moet nog nu onderweg naar het anders. Wat een nacht. Nou, ik zie niet op mijn alle Florissants uit. Maar dat heeft ook een reden. Hè? Ik heb wortelkanaal zenuwontsteking. Zoals jullie hebben kunnen zien. Hij is nu even aan het afnemen. Ze hebben hem helemaal behandeld. Dit is het naweeën nog van Expeditie Robinson. Helaas. Rondom Expeditie Robinson had ik mijn eerste wortelkanaal behandeling. Die bacterie die bleef inzitten. Die kregen ze niet volopen na die tijd. En hij is 3 keer toen opengehaald en die gestopt. Maar helaas. Vorige week zei ik nog als toer, ja, mijn tandvlees gaat super goed. Maar ik had toch een fikse ontsteking. Zo fix dat ik kwam bij de tandarts en ze hebben een foto gemaakt. En ze zijn echt huge. Nee, ze groot. Dat hebben we echt bijna nooit gezien. Aan allebei de kanten van de kies. Helemaal een zak, helemaal vol met de bacteriën met de ontsteking. Ik heb onwijs veel pijn, moet ik eerlijk zeggen. Dat is niet echt bevorderlijk in de laatste fase van de zwangerschap. Ja, de verdoving. Ik mag niet de traditionele verdoving. Het is een andere verdoving die iets minder effect had. Heeft hem helemaal opengemaakt weer. En aan de buitenkant zat vooral de ontsteking, maar de binnenkant moest leeg gehaald worden, zodat het pus en zo door kan. En ze hebben hem opengehouden, zodat ik dat het door kan blijven lopen. Dat is denk ik wel heel slim, want ik voel dat hij langzaam wat afneemt. En het doet ook veel minder pijn. Ze hebben hem helemaal leeg proberen te drukken ook. Toch gestart met een antibioticum. Het is niet heel fijn voor de baby. Niet op de langere termijn. Maar ja, dit kan gewoon niet anders. En normaal gesproken, tegen de pijn heb je daarnaast pijnstillingen, ibuprofen en paracetamol. De paracetamol mag ik wel, maar de ibuprofen niet. Nou, gelukkig heb ik nu niet meer zoveel pijn. Ik heb vannacht beter kunnen slapen. De afgelopen week gewoon bijna niet kunnen slapen. Ja, ellende was natuurlijk dat het weer gebeurde in het weekend. Dus nu, donderdag wordt het weer gedicht. Als het goed is, als het dan helemaal verholpen is. Ik ben net weer geweest om even schoon te maken en weer te kijken. En het ziet er goed uit. Ja, wat het nadeel is voor een baby is dat het
een beetje adrenaline oplevert voor ontsteking. Als je kunt koorts erbij krijgen, heb ik niet opgelet, maar het zou wel. Adrenaline door de verdoving. Hij heeft zijn verdoving gegeven zonder adrenaline. En heel voorzichtig gedaan, maar antibiotica en dat soort dingetjes helpt niet echt mee. Normaal gesproken zou je dan een vervroegde bevalling kunnen krijgen. Ik ben vandaag ook naar de acupunctuur geweest. Die was ook wel erg noodzakelijk natuurlijk met al die ontstekingen in mijn lichaam. Mijn hele lichaam zit wel een beetje om, moet ik eerlijk zeggen. En daarnaast meteen ook eventjes klaargemaakt voor de bevalling. Nou, de baby ligt wel met het hoofdje nog steeds beneden. Alleen de billetjes liggen eigenlijk in principe nog aan de verkeerde kant. Op zich niet zo erg, behalve dat de bevalling dan wel iets lang kan duren omdat hij dan om zijn as helemaal moet draaien. En, dat zou gepaard kunnen gaan met wat meer het gevoel dat je persdrang hebt, maar dan ben je er nog lang niet. Omdat hij dan helemaal moet draaien, dus de bevalling kan langer duren. Dus we hebben even wat oefeningen doorgenomen voor bij de bevalling. Ja, zodat ik dit maar weet. Weet je wel. En hopelijk gaat hij nog een beetje draaien. Dat zou mooi zijn. Ik heb visualisatie gedaan. Even heel erg rustig te worden. Ik ben natuurlijk nog wel veel aan het werk. Ik wil het wel meer gaan afbouwen. Maar ja, nu met al die afspraken tussendoor die er onverhoopt toch tussen komen. Van de tandarts en de acupuncturisten. En het is heel fijn allemaal. Maar het is allemaal wel... Het komt er ook... Oh my god, zo moe. Omdat die nachten best wel zwaar zijn geweest de afgelopen week. Vanwege de pijn. En daar kwamen dus ook voorweeën bij. En nou begrijp ik ook waarom dat is. Had weer te maken met die pijn. Dus dan kun je voorweeën krijgen. En Muk en Joep zijn ook best onrustig. Dan was het de volle maan. Dus ik denk dat het daar weer mee te maken heeft. Ik hoop dat ze vanaf vannacht weer lekker geslapen. En ik ook. Ik heb mijn bed helemaal omhoog om minder pijn heb. Dat ging wel beter vannacht. En nu maar weer even... Een laatste puntje op de i zetten voor de bevalling. Nog een paar dingen weer bestellen die weer niet binnenkomen. Het is wel een gekke tijd hoor. Ik heb een tijd dat je niet heel even naar een winkel kan. En het gewoon even snel kan halen dat je het voor elkaar hebt. Plus dat wij nog elke keer wel een klusje in huis hebben. Qua elektriciteit en om dat soort dingetjes niet helemaal af is. En ik ben er op zich al klaar mee. Ik wil dat het af is. Maar goed, dat zullen de moeders onder ons wel kennen. Op een gegeven moment wil je gewoon dat het afkomt en dat je er klaar voor bent. En nou, wel fijn dat de scholen weer gaan beginnen volgende week. Dat geeft wel een soort ritme weer voor de kinderen. En dus ook voor mij. En dat zou betekenen dat richting de bevalling kinderen overdag op school zijn. Dat is wel heel fijn hoor. Nou, ik spreek jullie later.